De zomervakantie is achter de rug en het wordt tijd om te boeken voor volgend jaar. Heer Bommel maakte eens een tocht in de Wilde Wagen. Misschien iets voor u? Om u een idee te geven van wat u te wachten staat, laten we nu zijn reisverslag horen. Het vraagstuk van de vakantiebesteding ging de goede stad Rommeldam niet onbemerkt voorbij. De welvaart en de toenemende bevolking vroegen om een krachtige aanpak, zodat het gemeentebestuur er niet voor terugdeinsde om allerlei gebieden open te leggen die beter gesloten hadden kunnen blijven. Zo kon men langs het eens zo verlaten Donkere Bomenbos een verkeersweg aantreffen die kronkelend naar het zuiden leidde en die de Burgemeester Dikkerdak Avenue genaamd was. Hierover bewoog menige glanzende reiswagen vol vakantiegangers zich razend voort om ook deze streek in enkele dagen te doen. Op de ochtend dat dit verhaal begint, had een eenzame grijzaard zich te voet op deze verkeersader gewaagd. Het was de kortste weg van de Mispelkloof, waar hij woonde, naar de Kervelvlakte. Maar het was duidelijk dat hij daar slechts ongaarne gebruik van maakte. Donder en smook. Platgeslagen lei en gemalen basalt. Slecht voor de voetzolen van een arme oude man. Maar ik heb netelsap nodig en ik moet mij reppen, zodat ik mij wel moet verdeemoedigen. Kijkers! Bah! Smokerige dier op hun pad. Aan de rand van het bos plachten de reisbussen een kwartier halt te houden om de reizigers de gelegenheid te geven zich een weinig te vertreden. Een ondernemend zakenman had daar een kraampje opgezet waar hij prentbriefkaarten en gipsen draakjes verkocht. Souvenirs aan het Donkere Bomenbos. Geef uw reiservaring kleur met een herinnering aan dit gevaarlijke gebied dat u doorgetrokken bent. Reiservaringen, daar is het om te doen. Kijkers die leisteen plat slaan om er in blik overheen te kunnen rijden. Walm, smook en blik en geen aandacht voor een arme oude man. Zo is het tegenwoordig. Maar men moet met zijn tijd meegaan. Dan is er toch nog veel te bereiken. De markt voor alruinwortels en pentagrammen is aan het verlopen, maar hier ligt een nieuw terrein braak. Reiservaringen. Een oergeluid uit het bos, dat zit vol vreemd gespuis en zwelbasten. Neem een draakje mee als herinnering aan uw reiservaringen. Diep in het woud, daar waar de rode draaidennen staan, bevond zich de spelonk waar de gnoom Knar zijn eenvoudige werkplaats had ingericht. Lang, lang geleden had hij het wiel uitgevonden. En sindsdien gold hij als de grootste deskundige voor alles wat draait. Meestal kon men hem te midden van vervallen werkstukken voor zijn grot aantreffen, waar hij onder het genot van oude kanaster nadacht over alles wat wentelt. En dat is veel. Als dat na gisteren pas niet is. Na de dag volgt de nacht. En na de vrede volgt de magister. Alles draait. Dat doet het, Knar. Dat doet het. Daarom heb ik een mooie bestelling voor je. Iets heel nieuws dat alleen jij kunt maken. Als het draaien moet, kan ik het aan. Zeg wat je wenst. Ik wens een wiel. Het moet draaien zoals een wiel betaamt. Maar nog belangrijker is hoe het stopt. Hoe stopt het dan? Luister. Het draagt de 12 tekens en kiest er één van uit. Oh, het gat van avontuur. Dat heb ik al zoveel gemaakt. Dat is toch niks nieuws? Wel de toepassing. Wel de toepassing. Knarde Smit, want het rad wordt wiel en het avontuur wordt reiservaring. Oh.
De markies de kantekleer de Barneveld had het voornemen opgevat om de lente in het zuiden door te brengen. Daar het hem echter te zeer zou afmatten om afscheid van al zijn vrienden en kennissen te nemen, gaf hij een tuinfeestje, waarop iedereen die iemand was, was uitgenodigd. Ach ja, men heeft in dit land zondagen, maandagen en regendagen. Heel aardig. En de dinsdagen dan? Dit klimaat bezorgt mij bronchiale aandoeningen. Het is afreu. Daarom is het voor mij een noodzaak om in het voorjaar wat zonneschijn te zoeken. Heel goed gezien. Als het even kan, scheur ik mezelf ook altijd een poosje los. Oh, ik ook. Verleden Ach, week ja, nog. En zon. Gouden stralen die het purper van de wijn doen fonkelen en die het landschap in blijde gloed zetten. Neem nu dit glas, Chateau Miral van 57, Amis. Oh, mooi wijntje. Ja, ik neem ook altijd de duurste soorten. Op slot maar Bommelstein... Maar het komt pas goed tot zijn recht in een sfeervolle omlijsting. Ja, op Deze Bommelstein... wijn heb ik verleden jaar gesavoureerd op Chateau Miral zelf. Daar, onder heerlijke gotische bogen, gezeten aan de Azuren Zee, werd het een ervaring die tot mijn dierbaarste reisherinneringen behoort. Een glas Miralle 57 op het château zelf. Ach, merveilleux. Een gedicht, amis. Op ijlhoogte ontstijgt de geest in rode fonkeling boven de Azuren Zee. Ik heb ook eens een fijn glas gedronken. In een dure gelegenheid. Ach, als bereisd hier... Een ander keertje, Bommel. Oh. Ongetwijfeld zijn uw ervaringen in havenkroegen belangwekkend. Maar mijn gedachten verwijlen nu in een andere sfeer. Reiservaringen. Het vulgus mat zich af en jaagt in drommen naar oppervlakkige verstrooiing. Maar de ware ervaring ligt in de vlucht van de geest op hoogten waar de platte burger geen begrip van heeft. Alsof ik nooit gevlogen heb. Ik weet er van mee te praten, hoor. Ik zei laatst nog tegen Tompoes, er gaat niets boven een drankje als je hoog boven de wolken in het zonnetje vliegt. Dat is pas een ervaring, zei ik. Reiservaringen. Foze Zwitsers. Alleen hun maag heeft gereisd. De tijd is rijp voor reisbureau Pas. Die kan voor betere reiservaringen zorgen. Een kale druktemaker, die markies. Met zijn wijn en zijn gevlieg. Alsof ik nooit iets heb meegemaakt. Ach, ik ga naar huis. Toch zal ik er wat voor geven om reisherinneringen te hebben waar hij van zou opkijken. Niet met Chateau Miral en een glaasje en zo, maar meer iets met leerzame ervaringen. Dat past nog beter voor een heer van mijn stand, als iemand begrijpt wat ik bedoel.